We staan hier bij Vele de Jager voor de 35e keer in Brussel. Hoe voelde dat vandaag? Het was niet slecht, zeker niet? Voor de start was ik heel zenuwachtig. Omdat ik dacht van oei, ik ben niet gerecupereerd en het haar niet. Ik heb een borstverkoudheid, hoe dat kan, ik weet het niet. Maar ik heb er toch een. En ik was heel onzeker voor de start. Maar het viel eigenlijk mee. We waren heel trage start, had ik het gevoel. En ik heb mooi kunnen opbouwen, dus ik ben wel tevreden. Eindelijk nu een beetje rust. Eindelijk een beetje rust, zeg ze. Het EK was je 14e, was dat verwacht of kon het toch een beetje als een verrassing? Toch wel een verrassing hoor. Ik had gehoopt in de top 20 te raken, omdat ze selecteerden hadden op atleten die top 20 konden halen. En ik wilde heel graag in die top 20 zijn om aan hun verwachtingen te voldoen. Op een bepaald moment liep ik rond de 30ste en toen schrok ik precies een beetje wakker van oei, ik moet aan mijn inhaalrace beginnen. En dan op het einde moest ik echt nog een knop omdraaien om te kunnen spurten. Maar ik werd toch nog 14e, dus ik was wel blij. Ja. Achteraf bekeken bleek je gemiddeld ook sneller te gelopen te hebben dan Louise Carton, terwijl het 2 kilometer langer was. Hoe komt het dat het vandaag net niet lukte om Louise te kloppen? Wel, ik had deze week een training gedaan met Jan Petralia, die hier de hele tijd door het beeld loopt. En misschien heeft hij mij wat te veel vermoeid eigenlijk. Ik weet het niet, ja. Misschien moet ik nog een langer parcours hebben of zo om ooit eens voor Louise te zijn. Ik denk dat het heel moeilijk wordt alleszins. Wat zijn de doelen nog het komende half jaar? Komt er nog een marathon aan misschien? Nee, ik ga misschien een halve marathon doen nog. Maar marathon doe ik niet meer voor Brazilië normaal gezien. Halve marathon zou ik zeker nog willen plannen ergens in het voorjaar. Maar nu ga ik eerst een paar weken wat rustig eraan doen. Oké, Veerle, enorm bedankt en nogmaals verfiesteld met de prestatie vandaag en op het EK. Tot snel. Dank u wel hoor.